rust. Niet al te veel alleen maar bezig zijn met je omgeving. Maar kijk, theater spelen en doen is natuurlijk een heel egocentrisch vak. Natuurlijk voornamelijk met jezelf bezig. En dat moet ook. Met jezelf ten dienste van het product waarin je staat of speelt. Ten dienste van een nummer, een lied of een scène. En voor je publiek. En daarvoor moet je af en toe rust nemen. En moet je gewoon voor jezelf bedenken. Nu ga ik 's avonds op de bank zitten. En eens nadenken. Maar dat is echt heel belangrijk. En zeker nu met al die sociale media. Met Twitter en blogs en Facebooks en moeders en vaders en oma's en opa's en tantes en al die familie en vrienden en kennissen die allemaal me binnenkomen waaien. Mensen nemen zelden meer de tijd voor zichzelf. Het lijkt dan wel of ze met zichzelf bezig zijn, maar ze zijn alleen maar bezig met wat er op ze afkomt, met alle prikkels van buiten. Dus je hebt de rust juist nodig om jezelf op te laden.